Mijn laatste foto, jongens, is echt een beetje achter. Ja, maar die heb je toen niet betaald, denk ik. Nee, maar waarom dan? Dat gaat om dat ik niet betaald heb. Waarom zeg je zoiets? Jij hebt echt nog spannende dingen hier te laten zien. Ik zie echt een hele veel swipes bij jou. Oké, nou, die krijg je, die tip. Anyway. Eitjes van een vliegende Japanse vis. Ik ben net op reis geweest in Costa Rica, weet je wel. Eipapi, foto's gemaakt. Shade of it all. Because if you're not yourself, then who are you? Hi, welkom weer een nieuwe video. En dit is de last things on our phone tag. Oftewel de laatste dingen op onze telefoon tag. Gezellig met Larissa. Hallo. Laten we gewoon beginnen. Ja, we gaan beginnen. Sorry, disclaimer jongens. We zijn totaal niet gefocust vandaag. Niet gefocust. Ik weet niet wat er aan de hand is. Daar. Ja, mijn is daar. Ik weet het niet. Oké, let's go. Ga het gewoon doen. Telefoon, we beginnen met laatst gedownloaden app. Oké. Okay. Kijk, ons meteen echt. Dit wordt wel echt, Okay. Ik weet het, ja. Jouw? Vero. En dat is, ik weet niet of je dat, dit is het. Ja. Ik zag het bij iemand op Instagram dat hij zei van dit is een nieuw sociaal iets of zo. En toen heb ik het gedownload en ik dacht ik ga niet zoals met Instagram en Snapchat. 5 jaar later pas ik beginnen laat ik als eerste zijn. Is het een maar, soort Tinder dan? Of een soort ja, Facebook? Ja, het is een app die meer connect of zo. Dus minder echt heel veel mensen, maar gewoon meer echt je vrienden. En dan delen met je vrienden. En dan heb je close friends en acquaintances. Okay, dus kennissen. Okay. En dan ja, kun je met die dingen kun je dingen delen. Dus muziektips, steden, foto's. Oh, dat vind ik echt best wel een goede app. Ja. Gewoon, kan je dan ook gewoon bijvoorbeeld je Spotify delen? En volgens mij wel. Delen. Ik moet er nog induiken, want ik heb het echt gisteravond gedownload. Maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Want ik wil niet weer als laatste jongetje in de klas weer denken. Oh, laat ik ook een keer in 2018 Instagram beginnen. Dat heb ik ook altijd. Ik ben een late adapter. Ja, echt altijd. Iedereen moet het wel doen en maar dan ben je echt wat te laat. Er is te veel. Er zijn te veel ja, apps. Klopt. Dus dan, ja, wat ga je doen? Maar ik ben dus benieuwd. Maar Vero, je kan me vinden op Vero, jongens. Voeg hem toe. Get friends. Mijn is pipcamera en even serieus. Ik heb geen idee wat dit moet voorstellen. Maar de reden dat ik het gedownload heb is omdat ik dus allerlei mensen nu aan het sharen ben op Instagram stories. Oh, ja, ja, ik vind ja. het leuk om ook dat andere ik, mensen ja. te delen en inspiratie te delen. Maar en daarvoor. Your turn next time. Je komt nog aan de beurt. Maar anyway, en daar wilde ik dus een leuke collage van maken. En toen zocht ik een app die goede collages kon maken. Oh, ik heb dit ook wel. Is hem niet. Oké, ik heb wel eentje. Hier is een goede. En het heet Pick College. Misschien heb ik hem, want ik heb er echt nu 10.000. Ik zie echt een hele veel swipes bij jou. Oké, nou, die krijg je, die tip. Pick anyway, college. Ja. Maar, ja. Oké. Dus die moet je niet gebruiken, jongens. Die zijn net al. Niet nodig. Nee, okay. Was niet heel handig. Volgende is, wanneer staat je alarm? Je slaat er één over. Ik zie dat jij er één over. Nee, ik ga een beetje door elkaar heen. Oh, oké. Ik doe het op de laatste appjes als laatste en zo. Misschien wilt hij die niet vertellen of zo. Nee. We gaan ze allemaal doen. Maar ik dacht, we doen even die laatste appjes en dingen doen als laatste. Even een beetje spannend houden. Oké, we bouwen het. Oké, ik heb dus geen alarm staan. Maar altijd de bedtijd gebruik ik van. Ik hoop dat je het kunt zien. Zo. Ja, bedtijd van iPhone. Dan kan je gewoon dus instellen wanneer je naar bed gaat. En dan kan je hem zo een beetje zo veranderen. Zo. Nou, dat zie je dus nu niet. Zo, en dan kan je dus uitrekenen hoeveel uur je aan slapen bent en die je op moet. Maar dat ken ik niet. En dan krijg je een heel leuk klassiek muziekje als je moet opstaan. Oh, leuk! Ja, en dan haalt hij dus ook bij per dag, hieronder, hoeveel je hebt geslapen. Nou, dat moet dan een beetje gelijk zijn gedurende de week, want dat is beter voor je ritme. Love it. Healthy weer life. Zo'n app. Jij bent goed, man. Maar ja, ik heb gewoon echt... Nee, ik weet niet wat je wil weten, maar... Dit zijn mijn lekkertijden. Ja, ik verwijder hem gewoon elke 5 minuten. Maar ze staan niet allemaal aan of zo. Het is alsof ik elke keer een make-up call nodig heb. Maar nou, eigenlijk wel, want je bent altijd klaar. Wow, echt, kijk, zo, het begint om 00:34 en het eindigt om 21:57. Wow. Dat zijn de wekkers die ik allemaal gezet heb in het leven een keer. Voor ja, haast niet bij. Ik ben heel geordend. Bij mij zijn ze allemaal good weg. Volgens mij heb ik eentje om 8 uur en dat is het. Wekker? Nee, ja. Niet. Oh nee, ik heb nog eentje om 5:30 en 11:30, maar ik gebruik die dus nooit meer. Maar vandaag was ik om 19:30 wakker. Voor iedereen die het wilt weten, veel te vroeg. Ik was om 19:00 wakker, maar ik ging om 19:30 eruit en dus zat nog jouw vlog te kijken. Oh my god, ja. Oké, volgende.
Laatst gebruikte emotie. Emoji? Waar dan? Ik bedoel emoji. Op WhatsApp. Ben je, die staan overal gelijk, toch? Een hartje dan? Nee, ik bedoel, kijk, die kan je toch hier zien? Oh! Dat heb ik laatst vaak gebruikt en dan is het laatste is... Wacht. Ja. Hé, hey, we zitten best wel gelijk. Ik heb een hartje en zij ook. Ik heb ook een hartje. Was het naar elkaar of niet? Nee. Nee. No love between us. Ik hou wel van je. Dank je. Zeg dank je wel. Deze moet je even uitleggen, want ik zei in de vorige mukbang, zei ik I love you girl. Toen zei zij zo, dankjewel, in plaats van I love you back. Dus dat is een inside joke, maar die kennen jullie natuurlijk, want jullie hebben de mukbang gekeken. Just being grateful. Oké, volgende. Ik heb een heel gevoel dat we heel snel gaan, maar dat is niet erg. Maakt niet uit, let's go through it, like, traak. Waar ging je als laatste heen met de taxi of Uber of zo? Oh, ik ging naar Utrecht, dat weet ik uit mijn hoofd. Ja, maar die heb je toen niet betaald, denk ik. Nee, maar waarom dan? Dat gaat om dat ook waarom niet betaald. Waarom zeg je zoiets? Waarom zeg je zoiets? Dat zei je toen zelf ook in de vlog, dat je... Ik werd opgehaald, dat was een samenwerking. Oh, ik met de Car to Go ging, ik noem het altijd Car to Go, jongens. Maar ik ging met de Car to Go, ik ga nu kijken waar ik heen ging. Ik ging denk ik naar Sabina. Ik ging dus 14 februari naar een Valentijnslunch op Vredenburg, Utrecht. En daarvoor was de laatste keer 4 februari, maar dat was in Costa Rica. Toen ging ik naar San José. Oh, dat klinkt wel leuker. Spannend, hè? Ik die heb je ook moeten betalen. Die andere stond 0 euro. Papi. En het was 9000 colones. Oh, dat is geen euro's. Nee. Oh, jezus. Oh, dat staat dan niet helemaal omgerekende euro's. Heftig. Nee. Ja, wauw. Wel spannend, dat, wat staat daar voor bedrag? Wauw. Hey, geef jij eigenlijk altijd waardering aan ja, je Ja, maar geen fooi. Je kan fooi nu doen. Ja, doe ik niet. Ik heb het laatst wel gedaan, maar ik werd gesponsord. Oké. Volgende is... Laatste etenbestelling. Ja, ik heb net sushi besteld voor onze volgende mukbang. Ja, en ik heb dat niet. Voor jouw mukbang. Thuis is er laatste love it, etenbestelling. Suki, gaat nu whatever. Zoeken. Sorry. Zoeken. Gaat nu zoeken. Oh, sushi. Ook sushi. En ja, voor die ene mukbang, die transgender mukbang met die transgender. Oh, dezelfde. Wat ja. Goed. En dezelfde. Dit hoef je allemaal te zien. Dezelfde sushi tent ook. Oké, nice. Ah, top. Nou, dat duurde wel even voor dit. Volgende. Ik weet niet waarom dit introductie. Wat ben je er Laatste verwijderde. Nee, laatste foto. Oh, verwijderde foto. Ja, die is nasty, ik heb het niet voor niets verwijderd, toch? Mijn laatste foto, jongens, is echt een beetje af. Echt naar. Het is namelijk niet naakt, maar ik zat op het toilet en ik stuurde een selfie naar Sabine, mijn beste vriendinnetje. Van mijn make-up look, ik kijk er goed. Oké, het gaat om de make-up look. Ja. Maar ja, het was naar Sabine, mijn vriendin, maar ik zit gewoon op het toilet en ik was klaar. Maar waarom op het toilet? Kan je niet even het licht op je zit toch altijd op het toilet te appen met mensen en zo, of nog een spelletje te spelen, snap je? Dus toen dacht ik maak wel even een foto, want ik ga altijd samen met Sabine in het toilet. Als we uitgaan, gewoon met z'n tweeën naar het toilet, wij hebben scheid. We gaan ook naar de sauna, dus ja, dan kan je ook naar het toilet. Maar toen heb ik even een selfie gemaakt, maar je ziet geen boy parts of zo. Nee, not judging at all. Je kijkt er. Wauw. Nee, maar een mooie foto. The shade of it all. Huh? Mijn laatste foto is met jou. Ja, echt gemeen. Deze. Dit is namelijk wat ik net heb geplaatst voor de Q&A. Voor hem, ja. Ja, wil je dan de andere ook weten? Ja, die daarvoor. Oké. Oh, dat is deze. Die ik die staat op Instagram. Ja. Instagram. Ja, top. Check out Instagram. Ja, oké, okay, whatever. Ik ga die zelf maar rood die FS hand zetten. Gewoon mijn arm weer naar beneden getrokken, mensen. Ja, dat is wel heftig. En dan doen we nu laatst verwijderde foto. Ik moet het echt even kijken. Oh my god, fuck, bestaat dat? Shit, bestaat. Waarom moet ik het vinden dan? Gewoon bij albums. Ik wil dit niet. Recent verwijderd. Oh, geen foto's of video's. Sorry for you. Ik heb een reactie op mijn YouTube-video's. Daar maak ik soms een printscreen van en dan stuur ik het naar mezelf of naar iemand anders. Ik denk naar iemand anders eigenlijk, niet naar mezelf. En dat was dit. Ja, maar dit ging over Sabine, dat iemand iets op haar had besteld. Ik weet niet waar ik mijn telefoon kon laten zien. En dat heb ik toen naar Sabine gestuurd. Dus dat is mijn laatste foto. Mijn is leeg.
Oh my god. Ik denk dat ik het automatisch altijd meteen laat verwijderen. Oh ja, bij mij gaat na 30 dagen gaat het dan eraf. I'm so sorry. Nou, dat was wel jammer. Ik had echt iets heel lekkers verwacht. Yes, je bent net op reis geweest in Costa Rica, weet je wel. iPad, foto's gemaakt. Nee. Helaas. Nog dan gewoon. Laatst ontvangen sms. Wat? Laatst ontvangen sms. Oké. Ik doe niet meer aan sms'jes. Oh, ik heel soms. En dat is van Sabine ook weer. Sorry, ik heb altijd heel veel contact met Sabine. En er staat, at last maybe. Want het ging over dat ik dus die app had gedownload. Die Vero app. En dat ik naar haar had gestuurd van, hey, als je ook een keer begint op tijd. In plaats van net als mij, 5 jaar later. Dus daar ging het over. Oké, ja, ik heb gewoon van thuis bezorgd. Thank you, your order with Sukina. Sushi will be delivered. Oké, dan laatst. Je praat heel de hele tijd door me heen. Oh, ik ook niet vertellen. Ik dacht dat je toch klaar was. Nee, nog niet. Dus, track your order, download die app. Nu mag je. Oké. Okay. Prachtige sms. Poëzie. Ik ben blij dat je het nog extra hebt uitgelegd. Ik wil het gewoon toelichten ook. Oké. Okay? Laatst verstuurde sms. Is naar mezelf. En het is een kledingmerk. Ik sms dingen naar mezelf als ik iets moet onthouden. Is Mats Norgaard kleding. Want ik had bij Mo, die vriend van jou, ik had een hele leuke jas gezien. Toen dacht ik, oh, die wil ik ook. Oh, en toen ging ik even, die kon ik nog niet vinden op hun ding. Maar dit bij is dus wie? De website bij Mats Norgaard, Kopenhagen. Ah, oh, dat is pink chic. Ja. Ik ken het niet. Even kijken. Maar bij mij staat alles in elkaar, maar ik denk dat ik naar mijn moeder heb gestuurd. Oh ja, ik pak nu de bus naar Nosara, duurt 6 uur. Als ik daar ben, stuur ik mijn reisschema. Want ik was op vakantie en mijn moeder wilde een beetje weten waar ik ben en of ik leef. Ja. Dit was mijn hele leven nog, message. Ja. Nice. Nou, top. Oké, laatste WhatsAppje. Oké. Die heb je gekregen? Ja. Oké, ja, bij mij was dat met Amanda van Effink, want ik heb een fotoshoot met hun gedaan voor Crooked. En toen vroeg ze, hey, kan je me laten weten welke foto's jij wil? Ik zei, ik stuur het vanavond. En toen zei ze, oké, babe, als het eerder lukt. Zou het ook niet erg zijn? Nou, mijn laatste verstuurde was een foto van ik, Sabine en Leonie op het toilet. En dan kreeg ik terug van Sabine, haha, wanneer je denkt dat je sexy bent. Jij hebt echt nog spannende dingen hier te laten zien. Ik dacht dat I thought I was going down. Ja, ik dacht, jij hebt leuke dingen, maar nee. Dus, maar dan moet jij nog laten weten wat je laatst hebt gestuurd. Maar je vraagt niet naar Tinder, dus. Ja, maar ik heb geen Tinder, want ik heb gewoon een relatie. Dus dat kan ik niet laten zien. Nee, maar kijk, dan wordt het niet sexy. Oh, nou, maar dan mag je laatste Tinder berichtje wel laten zien. Het staat niet op de lijst toch wel? Nu wel. Oké, wel. Oké, ik moet kijken. Koen. Oh, dat ging over, hij woont bij Nijmegen in de buurt. Ik was in Nijmegen. Zo ver zoek je ze. Nee, ik was in Nijmegen. Oh, ongelukkig daar gehengeld. Oh, dan gaat hij natuurlijk daar ook dan al die mensen. Oh ja. Dus ja, ik vertelde hem een stukje cultuur en historie over Nijmegen. Oh, jij vertelde hem wat over Nijmegen? Ja. Dat van hij jou? Ja. Oké. En nou ja, daar ging het over. Echt niet boeiend. Oké. Okay, nou, zo niet boeiend. Koen, je bent niet boeiend. Maar wacht even, ik heb nog een andere en die zegt, wat ben jij een ontzettend mooie meid om te zien, waar kom je vandaan? Nou, daar hebben ze helemaal gelijk in. Waar kom je eigenlijk vandaan? Amsterdam? Nee, je komt uit Schagen daarboven. Ik kom uit Amsterdam. Uit dat gehucht. Ik woon in Amsterdam. Je komt uit dat gehucht, hoe heet het ook weer? Apkoude, nee. Noord-Schaarwoude. Noord-Schaarwoude, ja. Joep. Even kijken, heb ze allemaal gehad? Laatste ding gegoogeld. Oh ja. Maar dat was ik toen, ja. Ja. Ja, ik moest dus voor, zij wist niet wat, we gingen sushi bestellen en zij wist niet wat Tobiko is, want zij houdt dus wel van sushi, maar niet van vis. Ja, heel dapper. En Tobiko zijn dus Japanse eitjes, of nee, eitjes van een vliegende Japanse vis. Zo eng. Ja. Zo eng. Ik zie ze dan ook echt vliegen met dat die eitjes eruit komen. Ik kan niet eten, hij wil het nog bestellen ook. Not for me. Oké. Even kijken, laatste wat ik heb gegoogeld, telefoon challenge. Ja, we gingen even bekijken wat we gingen opnemen vandaag. Volgens mij hebben we alles al gedaan ook, ja. Ja. Laatste Instagram ding of zo nog? Wat is dat laatste? Laatste Instagram DM's. Oké. Oeh, dat kan wel. Ik krijg soms echt van die hele rare dingen op Instagram DM's. Ik krijg nu in ieder geval Q&A vragen, maar... Oké, ik weet niet. Misschien moeten we deze skippen. Nee, deel het.
Oké. Welke vraag krijg je? Nee. Ik had een foto online staan. Die foto die ik net liet zien. Ja, ja, ja. En ik had daarbij staan. Nee. All I see is magic. En deze jongen zegt, all I see is booty. En ik zeg, huh? Ja. Okay. Oh ja, oké. Ik heb jou als laatste genoemd in mijn verhaal. Dus om op mensen te vragen. Q&A voor, vragen. Ja. Dus... Okay. Heel saai. Oké, dit waren alle vragen. Mijn hele lijstje is helemaal op. Bedankt voor het kijken, liefjes. Doe je duimpje omhoog. Misschien kan jij ook even één vraag beantwoorden. Dat je iets... de laatste ding die je hebt verstuurd. Beantwoord die maar, vind ik wel leuk om te weten. En vergeet niet te kijken naar de video van Larissa. Ik zet de link in de omschrijving hier beneden. En dan bedankt voor het kijken, liefjes. Tot de volgende video. Koeskoes!